Oké. Hey, hallo allemaal. Welkom in Carry's Mod. Fucking hell. Waarom zijn we hier? Omdat het 3 jaar CSP is en ik ben ziek, dus ik klink heel stom. Dat was altijd al. Dankjewel. Ik hou ook van jou. Ah. Ja. Gelukkig zien jullie dat niet. Ware liefde. Nou mag jij verder vertellen, want ik was er niet echt heel erg lang bij of zo. Ik ben ook niet, zeg maar, heel veel video's meer op CSP. Ja, klopt. Er zijn altijd wel wat dingetjes. Er zijn altijd heel veel dingen die bezig zijn tegelijk. Gewoon een potje murdering. Dat even in deze instantie. Hier. Joint server. Goed, murder. Murder. Goed, er zijn het afgelopen jaar fucking veel dingen gebeurd. Niet alleen voor jullie binnen CSP, maar ook buiten CSP zijn er heel veel dingen gebeurd. Waaronder op 21 mei van vorig jaar, dus van 2014, dat mijn vader was overleden. Ik heb dat de eerste keer dat ik het zeg op YouTube, eerste en laatste keer. En het heeft bij mij best wel veel dingen veranderd. Ja, dit klopt. Mijn plaatje is nog altijd die van Rachel en Daniel. Van ons drie. Kijk maar, dude. Dit is altijd mijn Steam plaatje. En dat moet nog altijd veranderen. Maar daar heb ik iemand anders voor nodig. We moeten een nieuwe Triforce hebben. Oh, ik dacht dat de game vastliep. Nee, we gaan halen. Wat gebeurt er? Wat gaat u doen? Spectating. What the fuck? Spectating. Mag je schieten? Nee, ik niet. Wow, het lijkt. Oh, nu niet meer. Wat een slechte map trouwens. Nee, wij kunnen niks. Wij zijn er niet. Hey, wat een slechte map. Oh. Het is gewoon de basismap van Timon. Maar vertel verder. Goed, er zijn... zoals jullie weten... Wauw. Die naam is wel van Rapist en de Unicorn. Of Unicorn. Er zijn even een aantal dingen die zijn gebeurd. Ook voor Daniel zijn er heel veel dingen gebeurd. Dat is waar. Kijk, het ligt aan, als jij dat wil vertellen, dan mag het. Als je het niet wil dat vertellen. Komt later in het verhaal. We beginnen eerst bij 0 jaar, zeg maar. Denk ik. Gewoon bij 0 jaar CSP. Ja, 1,5 jaar CSP. Of ja, 0 jaar op YouTube. 0 jaar, nou ja. De eerste seconde op YouTube. Ja, dat is nog steeds een heel jaar. Ja, maar het is de eerste seconde. Dus, wat hadden we toen allemaal gedaan? Ik weet het allemaal niet meer. Het was... Goede voorbereiding ook. My Free Zoo was de allereerste video. Wat is? My Free Zoo. Dat heb ik nooit gezien. Nee, zou het wat wezen als jij de eerste video van het kanaal hebt gezien? Ik ga hem gelijk opzoeken dadelijk. Please no. Ik ben gek tot het spel uiteindelijk. Cool. Maar goed, trouwens, we hebben nog allemaal niet eens gezegd wat dit is. Dit is de Pomcast, het is de CSP Pomcast podcast. Holy shit. Dit gaan we vaker doen, uiteindelijk ook met meerdere mensen of met verschillende mensen of weet ik veel. Misschien alleen, misschien de volgende keer dat ik iemand anders er alleen bij heb en dat Daniel er dan bijvoorbeeld niet bij is. Of misschien dat we de volgende keer met z'n honderden zijn. Kan allemaal. Ja, kan allemaal. Geen van ons twee is kaal. Kaal? Kan allemaal. Ja, geen van ons twee is kaal. Oké, ja. Flauw dat. Beetje André van Duin. Ja, nou ja, dat is ook te merken. Zo flauw was het al, ja. Gaat het? Ja hoor. Maar vertel verder. Goed, de eerste serie was My Free Zoo. 5 afleveringen. Voor de rest niks. Ze sleep je mee naar beneden. Ja, klopt. Ik vind het een beetje saai om hier naar te kijken, eerlijk gezegd. Ja, ze zitten spectating, maar ze doen geen actieve. Nee, daarom. Zoek even een andere ding. Oké. Join server. Andere server gevonden, nou is hij er aan het joinen. En natuurlijk kwam daarna de allereerste Minecraft-serie. Ik weet niet hoe lang ik daar dan heb gedaan. Is dat degene die nog bezig is? Nee, zeker.
Die is na 11 afleveringen. Holy shit, iemand is hem dik geglitcht. Ja, ik ken deze map, volgens mij. Het is weer dezelfde map. Kunnen we niet gewoon andere game mode spelen? Oké, okay, hij gaat sowieso dood nu. Nou, bystanders win. Oh. Dus, ja. Oké, okay, we zijn een bystander. La 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 la. What the fuck? Spring eens. Daar moest eigenlijk best wel een volume warning bij. Dat kunnen we wel doen hoor. Dat moet je wel even doen. Voor degenen die heel slecht tegen harde geluiden kunnen, dan... Oeh. Nu ga je dood hè? Oh, nee. Het is maar water. Er is er iemand dood aan het gaan of er is er iemand dood? Er zweeft in ieder geval iets voor iemand. Ja, die is dood. Ik weet alleen niet wie de fucking murderer is. Is dat overal bij bystander, altijd. Wow. Als een baas. Echte MLG hacker hoor. Oké. Okay. Maar vertel verder. Nou, na de Minecraft serie kwamen er nog eens 5. Letterlijk. Maar minimaal 5. We hadden ook nog een speciale serie, maar die tel ik niet mee. Minecraft series of gewoon normale series? Minecraft series. Oh. We begonnen met 5, met 6 Minecraft series. Dus officieel begin. Tussendoor kwamen er wel een paar dingen als Tropics. En uiteindelijk was er zelfs zoveel shit dat we dingen als GTA 4 erbij zouden krijgen. Dat we, uiteindelijk kwam er nog... we begonnen trouwens heel erg vroeger, zelfs nog voor de eerste Minecraft serie, uploadde ik zelfs nog Pokémon Emerald. Oh cool. Nooit echt officieel afgemaakt. Ik ben het eigenlijk het save al kwijtgeraakt toen ik van laptop wisselde. Wat ook echt een jaar na die serie was. Oké. Okay. Ja, mijn laptop werd gehackt. Gewoon letterlijk mijn complete laptop en... Hallo, doe je. Maar die was dus gehackt en ja, ik was dus ineens alles kwijt. Wat best wel kut was. Hey, zie dit. Oké, okay, vertel. Verder met... je bent nu geglitcht. Ik ben... Maar vertel verder. Vertel verder. Oké, okay, wat moet ik vertellen? Hoe het verder is gelopen natuurlijk. De... Nou, voor de rest... ik ben er niet geweest dus. Nee, je kende me toen nog niet eens. Nee. Rachel kende me natuurlijk pas een half jaar of zo. Net iets langer. Dude! Vertel. Ik denk dat het kanaal ook steeds verder uitgroeide naar iets waar ik steeds meer tijd aan ging besteden. We kregen uiteindelijk het huis Osiris erbij, waar we nu enorm mee gekapt zijn. Het heet nu ook niet eens meer Project Osiris, zoals de meeste van jullie misschien wel door hadden gekregen dat daarna was veranderd. Nee, het heet nu Osiris The Hollowing. Wat het precies van verhaal is, dat kan ik nog niet echt weergeven. Want we zijn bezig met de proloog. Nou, nog niet eens met de proloog. De proloog staan we in deze instantie even over. We beginnen met gewoon even iets heel simpels. We beginnen met... eigenlijk hoofdstuk 1. Ja, nee, het is raar als je begint met hoofdstuk 10. Maar dat hadden we ook wel kunnen doen hoor. Ja. We hadden zelfs in fucking hoofdstuk 12 kunnen doen. Jezus. Wow. Ik heb nooit zoveel lag gezien. Murder, what the fuck heet die ook? Speel een andere game mode, zou ik zeggen. Return to game mode. Oké, okay, we zijn de Game. Geen Five Nights at Freddy's, alsjeblieft. Ja, dat is goed. Death Run is leuk. Doe maar iets. Gia, Eng. Oké, maar best. Fuck it in één. Maar ja, en toen? Maar ja, uiteindelijk werd het kanaal dus zo geweldig voor CSP. Het was een echt CSP dingetje. Dat is het eigenlijk al toch geweest. Uiteindelijk hebben we ook later heel de naam omgegooid naar CSP Journal. We hebben nog Spion Schijf Productions gehad. Wat de volledige naam CSP is. Wat ook de C heeft een hele andere werking. Wat voor naam hebben we allemaal het kanaal gegeven? Het begon als Spion 090, dat weet ik wel. Omdat dit nog... die naam is nog van voor heel CSP. Van voor ik zelfs nog begon te schrijven. Oké.
Is mijn FPS. Hij ging net weer even naar de 17. Mijn leeftijd min 1. Toch? Yep. Kan meegenomen. Maar eventjes. Los ervan. Eventjes. Ja, Drie holy shit. Oh god. Jezus, ik moet iets voorlezen en het eerste wat ik doe is drie holy shit. Drie holy shit. Staat dat er ook echt op? Nee. 3 jaar CSP, holy shit. Ja, 3 holy shit. Maar deze 3 jaar is echt de gewone tijd geweest. Aan iedereen die al 3 jaar kijkt, super bedankt. En iedereen die pas 3 seconden kijkt. Ja. Ook gewoon bedankt. Knap. De video is 11 minuten bezig, maar je kijkt met 3 seconden. Ja, en 11 minuten, ja, we kunnen het inderdaad volgen. Maar er zijn ook nog een paar persoonlijke bedankjes gewoon vanwege wat die voor mij hebben betekenen of hebben betekend. Rachel, vanwege natuurlijk het feit van mijn vader was overleden. Dus nu heb ik niks meer aan aangezien de ruzie is geweest. Die ruzie loopt niet meer volgens mij, maar contact is ook niet meer. Oké. Okay. Dat was het toch? Ja, dat is het. Ja, dus was niet echt meer ruzie. Daniel, precies dezelfde reden en zelfs meer, omdat hij me ook heeft gesteund tijdens de ruzie. Hij heeft me redelijk erg gesteund in elk geval. Ik heb geen partij getrokken trouwens. Laat jullie dat even weten. Ik trek nooit partijen. Nee, maar je hebt me wel een beetje gesteund. Je hebt me wel een beetje moed ingepraat en zo. Ja, oké. Okay. Dat noem ik wel eens nog helpen. Carissa, waarom? Ze heeft laten zien dat Rachel wel degelijk vervangen kan worden. In mijn ogen. Dat klopt wel. Ze heeft Rachel uiteindelijk extreem erg vervangen. Voor mij althans. Ja. Dat is waar. En daar ben ik haar gewoon super dankbaar voor. Want zonder haar had ik letterlijk heel die ruzie had ik ook niet echt meer. Zonder haar had ik waarschijnlijk niet eens zo erg makkelijk uitgehouden. Start. Hey, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, echt mijn favoriete game ooit. Oké. Ik zie niet alles. Waar zijn de anderen? Ken je dat parcours trouwens? Nee. Je vloog er doorheen. Ja, dat weet ik. Ben je echt aan het vliegen? Ja. Ik zie alles eruit, man. Ja. What the fuck? Ik heb heel veel van die dingen niet. Heel veel van, oh shit. Kunnen we wel direct zien hoe dit precies in elkaar zit voor ons? Oh, welkom to Devil and Ice World. Hier start je dus. Fuck doen. Oké, dit gaat niet werken. Inderdaad. Goed. Goed, ik was bezig over Carissa, toch? Ja. Ze is echt geweldig. Ze is mijn beste vriendin geworden. Een aantal maanden na de ruzie uiteraard. Maar dat maakt niet uit. Ze is gewoon geweldig. Ze is amazing. Zonder haar zou ik waarschijnlijk niet echt meer ergens zin in hebben. En ik ben blij dat ik er ook voor haar kan zijn. Want dat heb ik ook wel echt al redelijk erg. Nou ja, niet echt moeten doen. Het was eerder mijn eigen keuze. Het was eerder zo van, ja, Rick had mij heel ineens tussendoor verwijderd, dus ik dacht dat er iets aan de hand was. En ik moest gewoon op dat moment even met iemand praten en had ik haar ervoor uitgekozen. En uiteindelijk is er een hele grote chat uit ontstaan en zo hebben wij dus eigenlijk contact met elkaar opgelegd. We zijn aangemaakt. Oké. Okay. En 1 maand en 2 dagen geleden, voor ons is het 1 maand en 1 dag geleden, hebben we eigenlijk voor het eerst geskypt. Ik en zij. Met facecam, want ik had een fucking webcam gekocht op die datum. Tenminste de dag ervoor. En het zelfs nog een livestream gedaan. De fucking dag ervoor. Goed, volgende. Eline. Ik heb trouwens nog geen achternamen genoemd. Nee, moet ik denk ik beter niet doen.
Nee, doe ik voor de behoud van privacy. Ja, dat weet ik ook nog wel. Ik weet toch wel waarom ik achternamen weglaat. Goed, Aline heeft me ook echt extreem veel geholpen. Ook het feit natuurlijk van het hele gedoe tussen mij en Rachel. Ook dat hele gedoe met mijn vader. Er gebeurt iets buiten mijn kamer. Welke zak komt er nou weer storen? Die zak dus. In ieder geval, hij is nog altijd aan het laden. Wauw, ik heb zo'n heel... Wauw, het is letterlijk World of Warcraft achtergrond trouwens. Ja, inderdaad, hè? Ja, ik staat hier ook gewoon. World of Warcraft Catalyst. Ik zat te kijken. Ik denk, hé, die komen best wel bekend voor. Ja, dat... Ik heb Catalyst nog gespeeld. Spelen, nou ja, niet echt extreem erg, maar... Oké. Okay. Alles lijkt weer. Je bent de enigste man. Waarom staat hier dan dat 7-8 players? Waarom staat het hier dan, Daniel? Zeg dat eens. Weet ik veel. Fucking hell. Nee, gaan we rot. Slow motion. Nee, dat willen we niet. Weet je wat? We gaan gewoon dingen inspannen. We gaan gewoon zelf op een gewone eigen singleplayer wereld gaan we dan dingen inspannen en daarmee stuff doen. Dat is denk ik het beste om te doen, want anders werkt het echt niet. Oké. Okay. Goed, Annelien heb ik extreem veel gehad. Gewoon bedankt voor alles. Melen. Melen heeft wel iets meer. Onze Rukkert. Rukkert. Onze Rick Rukkert. Rick Rukkerstein. Rick van Rukkerstein. Aan hem heb ik echt zo fucking veel gehad. Ook gewoon tijdens die ruzie. Tijdens het uitpraten met Rachel. Daar was jij ook bij. Heeft hij ons dus gevolgd. Ook zonder dat ik het wist. Dat was echt heel raar. Is dat het verhaal dat hij zo erg had verrast? Dat hij ineens... Ja. Ja? Dat was precies dezelfde dag. Ik had echt iets van... What the fuck. En ik ben echt fucking blij dat hij dat eigenlijk heeft gedaan. Hij heeft me echt zo fucking goed geholpen eigenlijk uiteindelijk. Oké, wat spannen we in? Daniel. Dingetje van Half-Life 2 zit, hè? Dat is nog het ergste. Oh wauw, zie dit. Ik sta op mijn stoel. Fucking sta gewoon. Wauw. Prachtig man. Ja. Maar goed. Ja, en ik heb ook heel veel gehad. Ook toen mijn vader was geschreven. Ook tijdens de series met Rachel. Ik heb je al verteld wat er nou precies was gebeurd voor de rest. Dus in principe weten jullie nu alles. Alleen dat er met Daniel nog aan de hand is. Wat bij hem is gebeurd, weten jullie niet. Maar dat houdt wel even voor ons. Hoezo? Wat moet ik allemaal vertellen, man? Er is fucking veel gebeurd waarom ik niet meer op CSP ben tegenwoordig. Nou ja, tegenwoordig niet meer. Goed, het valt me trouwens nu wel op dat je in een rivierboot op het land bent. Ja, klopt. Dan moet ik even terug... Zo, jij bent echt sexy. Waarom zijn fucking wapens niet? Nou werkt hij. Nu goed, wat er is onder andere... Stel, ga jij nu vertellen of wat er met jou is gebeurd? Een paar van de dingen. Je hebt er meer, dat weet ik. Ja. Yeah. Nou, wil je het vertellen of wil je het niet vertellen? Ja, tuurlijk. Zeg maar, ik zit nu ook in mijn examenjaar. Dat is één van de redenen. Dus ik moet me echt focussen op mijn examen. Je hebt geen hand, trouwens.
Nee, klopt. Dus. Maar ik moet me nu echt focussen op mijn examens. En dat is toch wel even belangrijk momenteel. Neem ik aan dat jullie dat ook wel snappen. Dat is gewoon het belangrijkste. Ik heb ook tegen Rick al gezegd, hij heeft ook toetsweek. Ik heb liever dat je toetsweek goed maakt, dan dat je de hele tijd bij mij de kuur aan het recorden bent. Oké, wat was dat? Weet ik niet. Maar, anyways. Ik heb dus mijn examens en morgen heb ik al een examen. Dat is alsof jullie vandaag zijn, neem ik aan. Het 15e. 15e. Het is vandaag de 14e voor ons. Oké, nou ja, dan is dat vanochtend geweest voor jullie. Vanochtend of ze al, weet niet hoeveel uur geleden. Ja, nou ja, ik ben om 8:10. Dan is het toch een aardige... Dus, dan ben ik dus die ochtend al geweest. En ja, dan heb ik de week daarna... heb ik een bedrijvenspel, dan heb ik mijn meivakantie. En dan heb ik namelijk nog 2 weken examens. En dan ben ik gewoon klaar met school, gelukkig. Dan ga ik me volop focussen op video's maken en mijn eigen band. Die ik sinds kort weer heb. Ja. Dat was wel zo'n beetje ook een schoolexamen, toch? Valt er nog meer over te vertellen? Nee, in principe niet. Ik heb mezelf vermoord. Oké. Okay. En Jury ook zichzelf deze keer niet aan een touwtje gehangen. Deze keer niet. Wat even nadenken, maar je weet hem weer. Ja, dat is tussen ons iets. Yep. Maar hoe lang is het eigenlijk geleden? Ik weet niet meer. Niet zo lange tijd geleden. Nou ja, laat ik beginnen bij het begin van het verhaal van de rollercoaster die zeg maar mijn leven is geworden. Een maand of 8,5 geleden, denk ik. Zou het zoiets zijn? Ik kan wel even kijken. Het was de laatste week van de zomervakantie. Vorig jaar dan. Ja, deze zomervakantie is niet geweest, hè, Jos? Nee. Hoeveelste was dat? Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer jouw zomervakantie eindigde. Oh, is dat... Nee, dat is hetzelfde bij jou als bij mij. Ei, ik heb dit jaar niet op school gezeten. Dus hoe weet ik dan wanneer de dingen... Ja, oké, daar heb je gelijk. Maar anyways, aan het einde van het... het begint eigenlijk daarvoor. Laten we zeggen... We weten eigenlijk niet eens wanneer het is begonnen, maar ja, het is een lang verhaal. Laten we zeggen dat zomervakantie eindigde, uit mijn hoofd gezegd, ergens rond begin september. Ja, zoiets. Neem ik aan. Nou ja, ik ging op vakantie naar Griekenland en daar werd mijn kleine broertje, die werd een beetje ziek. En nou ja, wij dachten niks ergs, weet je, hij was een beetje aan het kotsen, aan het hoofdpijn. Maar zijn vader had altijd migraine aanvallen en dan heb je natuurlijk ook soms dat je moet kotsen en dat je hoofdpijn hebt. Dus wij dachten niks ergs, maar hij is de hele week ziek geweest. En toen we thuis kwamen had hij iets... Toen voelde hij zich helemaal niet lekker. Toen ging hij wartaal praten. Dus toen ging hij zomaar gekke dingen zeggen. En toen moesten we naar de dokter. Toen zei de dokter, hij heeft uitdrogingsverschijnselen. En dus, ja, uitdrogingsverschijnselen is dus dat je niet genoeg vocht krijgt. En dan moet je drinken. En dan gaat alles goed. Maar als je dat niet doet, dan ga je dus dood. Maar daar eindigt het verhaal nog niet trouwens. Dus hij, dat is nog niet het einde. Dus hij ging naar de dokter en toen zei de dokter, je moet naar het ziekenhuis. De huisarts zei dat dan trouwens. En... What the fuck heb jij nou weer, Jant? Bugbait. Flattywood. Maar anyways. En toen kwamen ze bij de dokter in het ziekenhuis staan, in plaats van de huisarts. En die zei van... Joh, we gaan voor de zekerheid een scan maken. Hoe die dat wist, weet ik ook niet. Daar ben je dokter voor waarschijnlijk. Dat moet je weten. En uit de scan bleek dus dat hij een medulloblastoom had. En dat is dus een tumor op een bepaalde plek in je hersenen. Die dus zijn vocht afsloot. En daardoor heeft hij dus uitdrukkingsverschijnselen gehad. Pijnlijk. En... Ja, wanneer was het? Nog geen... Oké, nog geen dag daarna moest hij naar het ziekenhuis toe en hij was nog gewoon zichzelf, weet je, het was nog gewoon mijn broertje. Maar
hij had een operatie gekregen en hij was veranderd, heel erg veranderd. Hij is niet meer zichzelf geweest. En het is met ups en downs gegaan. Hij is naar de intensive care geweest en toen ging het weer goed en toen weer slecht. En hij heeft zijn chemo's gehad en daar was hij ook heel erg ziek van. En uiteindelijk, ongeveer een maand geleden, laten we zeggen de 7e. Rond de 7e is hij in een coma. Ja. Hoe heet dat? Ja, dat weet ik veel. In een coma, nog wat die staat. In een coma terechtgekomen. Dat is misschien de makkelijkste manier om het dus, te doen. Dus mijn neus gaat dicht. Dan ga ik weer als Octo praten. Ik ben Octo. Maar anyways, toen heeft hij dus in een coma geraakt. Zo gaat het. En toen is hij dus vanuit die coma. Ja, hij was nog wel wakker. Het was heel raar. Want hij had een coma met zijn ogen open of zo. Maar hij wist niks meer. En hij is dus 2 dagen later. Is die dus overleden thuis in mijn moeders armen. En sinds die dag is het best wel downhill gegaan. En ik had ook niet meer. Zo, mijn neus gaat steeds erger, man. What the fuck. Maar anyways, ik had dus geen zin meer om video's te maken. En ik had eigenlijk nergens meer zin in, weet je. Ik dacht gewoon van fuck deze wereld. Het hoeft allemaal niet meer. Ik was niet depressief trouwens. Maar ik had gewoon nergens zin in. En ja, precies een maand geleden is die dus gecremeerd. We hebben vandaag zijn as opgehaald. En hij de zaakjes logeert nu bij oma. Echt slapen doet hij niet. Of juist wel, echt wakker worden doet hij niet. Dus, uitlegt. Ja. Nou ja, dus dat is zeg maar mijn verhaal. Hij is niet dood. En nu ga ik een tatoeage laten zetten op mijn arm van hem. Waar jullie waarschijnlijk later nog een foto van gaan zien. Ja, later ergens in de nabije toekomst tijdens een van jouw video's. Ja. Want je gaat officieel weer beginnen op een gegeven moment. Ja, dan moet ik even kijken wanneer. Dan zeggen ze mij toch dat je eerst zei? Denk het, als mijn examens klaar zijn. Ja, waarschijnlijk. Als het goed is, ga ik kijken of ik restendruk in kan krijgen. Als in dat zij dan gaat helpen met background dingen, zo en storyline dingen. En dan alleen het verzinnen van dat soort dingen. Het echt regelen, dat gaat een beetje fout. Oké. Okay. Wat gebeurt er? Oh, mooi. Niet wacht. Die. Er gebeurt niks. Nee. Kijk, zijn normaal wereldvrij. Wauw, echt slecht dat. Oké. Wat de fuck gebeurde? Kwam hij naar terug? Nee. Hoort echt dan ploffen. Doet er niet. Eetjes. Ik weet niks. Oh jawel. Sniper. Dit noemen ze een sniper. Er zijn heel veel rare, grote dingen gebeurd het afgelopen jaar. We hebben ons er wel doorheen geslagen. Helemaal. Ja, nog beter dan wat we eigenlijk hadden gehoopt. Nou ja, nog beter dan we eigenlijk hadden verwacht. Klopt. Uiteindelijk alles loopt wel weer. Er zijn nog wel wat dingetjes die kunnen we misschien wel beter nog iets beter regelen. Ja, dus, nou ja, dat zal wel wat we zijn toch. Ja. In ieder geval, we gaan zorgen dat jullie kunnen doneren voortaan. Doneren? En ze mogen voor het ook gaan doneren aan het kanaal. Dus als ze willen. Ja, dat doet er niet wat. Nee, dat weet ik. Dat is het leuke. Oké. Okay. Heb jij nog iets weten over hebben? Wat? Heb jij nog iets weten over hebben? Ik versta niet, hè?
Die praat fucking binnensmonds en snel. Heb jij nog iets waar je het over wil hebben? Niet echt. Tails. Je hebt het echt gekregen. Tails. Oh. Waar is hij? Ja, ik denk dat ik. Eerst weapons. Op de nodige crafty gun waarschijnlijk. Nope. Hoe werkt het ook alweer? Oké. Okay. Oké, dit gaat een beetje wel fout. Ik weet dan niet wat je moet doen. Nee, het zou eens een keer goed gaan. Echt hè? Hey! Dit is eigenlijk best wel saai, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Kunnen we niet switchen naar die Half-Life 2 mod? Ze wel zo klein zijn. Ja, dus... We moeten nog een half uur. Minimaal. Is die klaar? Ja, ik denk dat ze klaar. Oké, wissel! Andere game! Wissel! Naar een game die ook niemand speelt waarschijnlijk. Maar een game die nog steeds niet klaar is met downloaden. Jezus. Weet je wat? Heb je niet anders? Ja. GTA 5. Ja, geen GTA 5. Nou! Alles behalve. Gewoon een simpele missie op multiplayer. Nee. Solo. Nee. Gewoon... Het spel is noods Terraria. Heb ik het er wel op staan. Dat is een kut game. Ik zeg van Minecraft 2D. Ja. Oké, okay, we gaan het proberen. Terraria, werk jij eens even een keertje mee. Wordt nog lang renderen voor jou. Dat maakt niet uit. Je hebt toch niks beters te doen. Hoe weet jij dat nou weer? Hoe weet jij dat precies het juiste is? Ja, ik heb Drew en Jury. Als map en als positie. Oké, nou. Oh ja, daar was ik mee bezig. Ik had mijn spullen hier ook ingedaan. Ik heb van allemaal krachten, ik heb alles verzameld. Ik heb spullen. Shit. Doe je nou? Ja, ik hoor even mijn beeldrecording aanzetten. Serieus? Ja, ze hebben net even met... Voor beeld gezeten. Oh, leuk. Nee, ze zaten met een shitcrew beeld. Met shitcrew. Wat moet je met die statues? Nou, ik heb hier... Oké, okay, wat heb ik nodig? Ik heb nog één dingetje nodig. Je hebt de D nodig. Ja. Daar heb ik iets anders voor nodig, dat is leuk. Voor ik de D kan doen, heb ik eerst iets anders nodig. Die eerste fucking knop indrukken. The fuck is mijn kool? Nee, ik weet niet eens. Oh, hier. Moet het hier doen, dan moet ik hierbij staan. Naar de D. Oh. Nog twee letters. Kijk hem, kill even. En L. Juist. Hey. Ja, CSP staat er al. Het fucking N dan. Oké. Lijkt op een H. Zie je dat? Het lijkt een beetje op een H. Leuk! Ik smijt het op de verkeerde plek neer. Ik heb torchen nodig. Fucking torchen nodig. Fucking hell! PC, af. Stout. Fucking
R E A B N Nou klopt die. Mijn dak is compleet. Mijn huis is compleet. Oké, maar dan. Ik heb een prachtig huis. Ik heb alleen nog toortsen nodig. Oké, we moeten het echt. We moeten echt weer een onderwerp hebben. Wie is dat? Wie loopt daar? Dat is de kite. Cody. De wat? Cody de kite. Wat doet een guide eigenlijk? Geen initiatiefus. Hij loopt gewoon op. Dat ben je niet serieus. Nou, wat vind je ervan? Prachtig. Ik kan hem mijn laten zien. Je gewoon een town. Tuurlijk. Wat jij dan? En die dum. Oh, wacht, die gaat beter. Ik vind dat je nog dieper wordt. Ja, als het water hier niet had gezeten, dan kunnen we nog dieper hier. Dat ik dit serieus nog niet heb gezien. Maar schande ben ik toch, hè? CSP-schande. CSP-schande? Nou, alleen vooral uw schande is. Dat is ook echt iets wat iedere fucking CSP'er moet kunnen. Juist dat, ja. Ik ben geslaagd. Dat was je sowieso al. Je zit in CSP, dan ben je sowieso geslaagd voor het CSP-testing systeem. Iedereen kan dat, zeg maar. Je moet alleen een groot genoeg schande zijn. Echt, ja. Dan kom je er wel. Tuurlijk, dan kom je er altijd wel. Ook dan kom je overal mee in het leven. Helemaal. En CSP is het belangrijkste, dus hey. Er is daar een beest. Aan de andere kant, daar, ja, in het water. Hij is er rond aan het springen. En dan moet hij lekker weten. Oh god, komt er nog één. Ik vind mijn pickaxe sterk genoeg. Ik vind het ook zo cool, hè, dat je pickaxe gewoon rond zwaait in plaats dat je echt slaat. Tuurlijk. Je draait gewoon rondjes met je armen. Is toch wel helemaal beter. Fuck hell. Dankzij de achtergrond kijk ik hem echt. Kut! Wat is dat? Ja, worm. Ik heb hem dood. Dag, worm. Is hij dood? Ja. Dat is snel. Ik weet er alleen maar ook wel waar ik naartoe wil nu. Tungsten. Tung. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Toch? Ja. Tungsten. Oh god, kom nog zo'n worm. Ik zag er nog eentje. Een miezer stukje laten direct naast. Goed genoeg. Nog met tungsten vind ik altijd goed. Jij ook toch? Oep, hallo, kut worden. Even zelf af, blijf hem even van mijn tungsten af. Oké, dit is echt bout. Ik denk dat we deze podcast maar stoppen. Hoezo? Nou, we praten nergens meer over. Ja, nou en, het is leuk om naar te kijken. Oh, oké. Okay. Dan is het een podcast van 40 minuten of zo. Zo goed. Ik kan gewoon nu stoppen, heb je ook gewoon genoeg. Ja. Oké, daar ga ik er echt niet heen. Oh ja, nog niet. Ah, oh wel. Waarom niet? Zo moet je slime. Ik denk dat we beter kunnen stoppen nu. Ja. Dan beste kijkers, dat was het voor deze keer. Beste kijkers, luisteraars, ligt eraan. Heb je hem via iTunes geluisterd of via YouTube gekeken? Waarschijnlijk een van beide. Zo bout is dit. Nou, dat was het dan.
Ja, gewoon tot de volgende keer. Doei! You're a fat bitch!